Het zat er het hele seizoen al in dat ik een 1 uur 12 zou rijden, maar het is zo frustrerend geweest, zei Leerdam over haar beste rit. Ik had niet verwacht dat het er dit toernooi nog in zou zitten, omdat ik in korte tijd heel veel progressie moest maken. Ik ben zo blij en trots op mezelf dat ik zo'n inhaalslag heb gemaakt en hier mezelf kon laten zien. Leerdam werd een groot deel van het seizoen gehinderd door een enkel die vast kwam te zitten, wat vooral effect had op haar timing en afzet. Ik weet nu hoe het is om geen normaal lichaam te hebben. Dat ik nu weer vrijuit kon schaatsen en mijn power kwijt kon, was zo'n fijn gevoel. Al greep ze als titelverdedigster slechts brons op het 2K-sprint, de laatste rit voelde voor Leerdam als een wereldtitel. Dat was een wereldtitelrace. Als ik dit 2 weken geleden bij de WK-afstanden in Calgary had gekund, was ik wereldkampioen geweest. Ik voelde al die tijd al dat ik dit kon, maar het is toch fijn dat ik het naar mezelf kan laten zien dat ik zo hard kan schaatsen.